Jezus, de giant, jongens. Gewoon twee koppen rood. Wow! Is het, die teams gaan tegelijk, toch? Hey, Koen, kom op! Team 1, team 1! Papa, Jeffrey! Goedemorgen iedereen, welkom bij deze nieuwe vlog. Another day op het prachtige Kreta met de mannen. Als je ze ziet, zijn de mannen er niet, ging het stadje in. Ik, Mattie en Tim hadden geen zin om mee te gaan, zijn ze met z'n drie hier gebleven. De rest is het stadje hier gegaan, hier zo beneden bij de prachtige hier met het prachtige uitzicht. We zijn lekker de stad in gegaan, even wat eten. Maar wij willen hem gewoon hier chillen. Want ja, het is vakantie, dus zo doen we het gewoon. Maar we gaan eens even bij Mattie kijken, want het is al laat. Het is al 4 uur geweest. En hij slaapt al gewoon 12 uur lang of zo. Dus we gaan hem even wakker maken. Gaan we even lekker zwemmen met z'n drieën. We hebben hem wel eerder wakker gemaakt, maar hij ging gewoon gelijk op pitten. Ga je mee Mattie wakker maken dan, of niet? Ja. Hoe lig jij erbij dan? Hoe lag jij erbij? Gewoon helemaal verkeerd om het kus op je hoofd. Ja, maar dat komt omdat ik in mijn telefoon ligt. Ik was al lang wakker. Oh, was je al wakker? Ja. Ben je fit? Nee, hè? Nee, echt niet. Alles doet pijn, alles. Ga je mee zwemmen dan? Ja, ik kom wel even. Het is nog echt tijd om even te doen. Ja, het is al 4 uur, hè? Ja, ik weet het. Ik heb hier naast mijn bed ook. Ja, jij bent gewoon met een pilsje naar je nest gegaan, joh. Jodeladi, jodelada. Jodeladi, je loopt ook echt alsof alles pijn doet. Ja, dat doet ik ook. De rechterkant gaat, de rechterhand, de rechtervoet. De rechterhersencel. Je hebt er maar één aan de rechterkant, ja. Zegels overgebleven. Wat ja, wil je pils? Eerst een slokje Fanta en een pils. Hij kan overlopen, bewegen en gaat gewoon één slokje Fanta en een biertje. Nou, doe maar dat. Een soort secure aan, wat kan het worden? Ja, ik doe met je mee. Gaan we dat doen? Nee, toch? Ja, boeien. Ik weet niet, ik zei Voor jou werkt het goed. Voor jou werkt het een beetje. Ik weet niet, ik zei het gewoon. Wou je dat nou zeggen? Voor jou werkt het een beetje verdovend. Ja. Tenminste, niet. Ja, let's go dan. Hé jongens, gaan jullie eens met jullie ruggen tegen elkaar aanstaan? Nou, jij bent de kleinste van de groep en jij de langste. 2'10", hoe lang ben jij? Hoe lang ben jij, Matt? Ik ben 1. Jezus, de giant, jongens. Gewoon twee koppen rood. Echt, Matt, jij bent knettergek, jongen. Dat je gewoon gelijk doorgaat. Gisteravond waren we ook zo er vanaf weer, jongen. Oh. Nog steeds. Daarom, je blijft gewoon in een visuele cirkel zitten. Koer, dit is gewoon 2 shots, gewoon in 1 shot. Ik zie je te koesten, jongen. Iedereen komt gewoon ziek terug van deze vakantie. Waar is de... willen jullie zout of niet? Oh, gaan we het zo helemaal doen, ja. Gaan we citroen kopen. Mat, jongen. Alleen zout. Oh. Super gekke zout. Ja. Lijkt wel poeder. Lijkt wel babypoeder. Mat, jongen. Gaat het wel? Nee, je ziet het in mijn keel, maar ik kom er niet uit. Nou, man. Om het goede leven. Ja, Mattie, op je gezondheid. Dat is echt niet normaal. Ah, oh, deed verkeerd om. Deed verkeerd om, maar. Oh. Oh, moet je naar de wc? Waarschijnlijk. Gaat hij nou echt nekken? Ik pak wel even glaasjewater voor hem. Nou. Het wordt geen water, maar pils. Wat iedereen willen. 3 van die Mythosjes. Ik moet zeggen, dat Mythos bier, dat bevalt helemaal prima. Dat is echt wel lekker biertje is dat. Ik vind het wel een beetje naar hertog smaken. En dat is mijn favorite, man. Zo, Matt. Ik weet niet of het verstandig is, maar je wil bier, dus... Morgen. Hallo. We hebben ook huiskatten, die moeten we eten en water geven. Deze is fucking chill, jongen. Ik heb normaal niet zoveel met katten, ik ben echt een hondenmens, maar deze kat is en super knap. En kijk, hij chillt hem zo hard, hij is helemaal op zijn gemak. Lijkt een beetje op zo'n aapje, weet je zo'n aapje van Madagaskar? Zo'n Maki. Ik weet niet, zo'n beetje heeft ze dat saarsje. Kijk hoe hard hij chillt hem zo hard. What's up, bro? Can't you chill with me, man? Kan die nichten? Kijk dan. Nou, dit is echt zo schattig. Helemaal bij me liggen.
Hey, ben je zo aan het chillen met je blauwe oogjes? Prachtbeest, jongen. Ik heb dus een seconde kap gehad. Ja! Gaat hij omhoog met zijn kont? Ja, ga je de miauwen bij? Hè? Ja, laat hem maar. Veel van die gasten die zijn bezig met oefenen van een backflip. Wow! Die deed pijn. Nee, dat is 11 minuten echt de eerste. Ik ben zeiknat ook, jij ook. Het klonk plat, maar was niet. Gaat gewoon doorzetten. La bomba, jongen. Die deed wel pijn, hè? Mijn ogen. Ja, heb zijn lichaam niet mee, nee. Je kan je kijken of niet? Oh, nou. Laat maar zitten, joh. Zo, lul. Maar ik heb een roertje van hem te hebben. En wel. Bam! Zo. En ik ben dood. The boys are back in town. Ik hou met je. We gaan de Drink Olympics doen. Dus dat houdt in dat... Hoe werkt dat nou, Luc? Oké. Aan de ene kant van het zwembad zetten we twee shotglaasjes neer. Delen de groep door tweeën. Het is eigenlijk een soort estafette. Die twee shotglaasjes vullen met tequila. Je zwemt naar naar de shotglaasje toe. Neem je shot, zwem terug, tik de volgende van je team aan. Geen verlies, moet nog een shot. Ja, dus we moeten allemaal sowieso een shotje. Ja. Als je dan verliest, moet je nog één. Dus moet een even team er nog één. De Drink Olympics. Ik vind het een goed idee. Ja, dat is een heel goed idee, man. Mannen, verzamelen. Team 1, team 2. 5 versus 5. We zijn met 11 man, dus Bobby schenkt in. Die regelt shotjes voor ons. Kijk, we hebben hier prachtige shotjes staan. Bobby gaat het allemaal regelen voor ons. Er zijn geen regels, behalve dat tequila geshot moet worden. Bobby, ben jij de scheids? Ik ben scheids. Cocktailman. En we zien het dan. Kijk, ze staan aan de bad, die boys, hoor. Daar staan ze. Hé, hey, maar is het, de teams gaan tegelijk, toch? Ja. Doe maar, Mattie, zijn nog twee. Nee. Eén brain. Hé, wie is team 1? Oké, daar hoor ik bij. Ik hoor team 1. Het is niet eerlijk, Bob. Dat shotje moet meer naar links. Al die rumoer, weet je wel. Zo fanatiek om het zuiverspel in het zwembad. Ja, maar Don moet dat camera neerleggen. En Don is nog ook... Mattie, ben jij team 2, man? Ja. Want die kan amper lopen. Wie durft er dan? Bobby gaat gewoon door, gaat gewoon slaan. Ik ga als laatste, kunnen we camera omwisselen? Ga jij maar. Kom op, jongens. Rennen voor je drank. Dit wordt goud, jongen. Shotje! En terug, kom op Koen! Kom op Koen, zet hem eruit! Hij heeft overal last van! Zo! Kijk Koen, kom op! Team 1, team 1! Papa, Jeffrey! Volg hem wel! Fight! Jeff, je haalt hem in, Jeff! Hoppa! Pak een beet, Jeff, pak een beet! Let's go, Jeff! Davy, gaan, Davy! Ik ga hem gewoon verzuipen. Die merken ook voor geen meter zwemmen. En door! Door! Merk kan het niet winnen, pak een beet. Sla hem voor zijn bek, Dave, kom op, team 1. Kijk voor de rand. Die tegels hier zijn dodelijk, die uitsteken onder water. Pak hem aan! Turners, loop hem! Gaat de kaal verzuipen hier. Moet ik klaarstaan? Luc, filmen, ik moet klaarstaan. Oh. Hey, Roel! Roel, man. Hij is er gewoon al en Roel is net klaar. Hey, wie is snel, jongen? Kom op, Don. Hey, Don, je haalt hem melkelijk in, man.
Je haalt hem makkelijk in. Kijk. Ja, je moet het zelf doen, maar jij haalt hem wel redelijk in. Je haalt hem redelijk in, we houden hem in. 1 in 2. Maar hey, ik hoorde dat ik bij 1 zat, maar ineens hoorde ik bij 2. Mijn sokje viel. Nee, jongens, dat moet ik een feestje nemen. Hij viel om, man. Wat, hij gaat weer weg. Hoe dan? Hij ging wel bed, we begonnen de dag al met de knieën. Mattie, gaat het? Lekker gewonnen, Dave. Ja. Godverdomme, man. Heeft team 2 gewonnen? Gewonnen. Maar dit is kut. Nu moet ik een shotje doen, terwijl ik eigenlijk bij 1 hoorde. Geen regel die het spel had verbroken. Ja, dat is waar. Welke? Het hele team. Ik dacht, je hebt nu dan opnieuw gewoon een shotje niet. Ja, dat is een shotje niet. Ja, dat is een shotje niet. Maar ja, als hij... Ja, dan moet je wachten tot er nieuw ingeschonken wordt, idioot. Ik heb ook opnieuw, ja. Nee, ik heb gewoon verloren. Mattie, wij hebben 5 shotjes op, maar jullie niet. Nou, je hebt nu een shotje maar. Nou, kom maar door dan voor team 2, zou ik zeggen. Oké, nou schenk 1 voor ons dan. Voor mij heeft team 2 gewoon verloren. Ja, team 1. Kom Mattie aan hoor. Met jullie 4 shotjes op. Mannen, Mattie verdient wel een applausje hoor. Kijk op, eer naar jullie. Goed zo, Dave. Nee, sowieso niet. Nee. Nou, oké, die voor je dan. Nee. Kun je het nou even niet uitspreken, dat is nog een keer. Ja, dan moet het denk ik gewoon volgens die man. Hoe ga je het goed praten als je 4 shotjes hebt of hebt? Nee. Hij is Jeffrey nu pas klaar. Zullen we dat doen? Ja, de snelste tegen de snelste. Maar hoe kan dat? We mogen allemaal 1 iemand kiezen en die moet het even afmaken. Ja, is goed. En jij bent het bij ons. Allemaal dat hij zijn shotje omgooit. Ja, lul niet. Maar ja, ik zat ineens bij 2, dus. Maar jij is echt waterlap. Nee, ze wisten dat niet eens. Toen zeiden ze dat ze overnieuw houden. Ik denk wat we ook moeten doen is aan die kant beginnen. Naar die kant toe en terug, want dan kan je bij de echt met die shotjes bij de finishlijn, zeg maar. Ja, gewoon heen en weer, ja. Dat is goed. Maar waar moet je dan afzetten? Helemaal afzetten op het uiterste punt. Ja, je moet het uiterste puntje raken. Hebben. Hebben we geen zout en citroen? Okay. Bol aanraken. Ik wil wel. Je moet de bol aanraken, dat is goed. Jij wil snel schot. Maar tegen wie moet ik dan? Sturen wij Tim? We mogen ook iemand kiezen. Sturen wij Don? Wij sturen Don. Wij sturen Don. Wij sturen Don. Ik denk dat we ook we kunnen ook doen no contact. No contact? Nee, ja. Dag. Dit is team... Volgens mij is er nog zeg maar 1 regel en dan is dat een shortje in je mond moet. Hey, maar dat shotje, ik nam hem ook wel, alleen hij viel. Kijk eens hoe dicht hij hier... Oké, jongens, hij bij het aan de kant. 5, 4, 3. Op nul. Deur, kom op. 3, 2. Ver springen. 1. Ja hoor. Wat? Nee. Ah, Don kan het gewoon niet winnen, jongen. Onderbroek goed. En voor het luchtgeluid, dan ga je harder. Ja, lekker hoor. Ja. Wat een ding, pas je mee. Het is gekwalificeerd. Ja, sneller. Je kunt nog winnen, want hij heeft die... Ja, daarom. Hij moet hem aanraken. Hey Tim, ga dan. Ik word helemaal fanatiek nou. Je hoeft alleen dat shotje te nemen. Don heeft die bal niet aangeraakt. Hey, Don heeft de bal niet aangeraakt. Ah, nu zijn we. Ja, nee. We zijn streng vandaag. Heeft hij de bal wel? Hij heeft niet de bal aangeraakt. Hij heeft niet de bal aangeraakt. Hey! Proost op de overwinning, jongens. 0-3-4, jullie zijn in de muur. Nou is niet de bal als springt. Nog een keer. Captain team 1 melden, captain team 2 melden. Ries, met je grote bek, kom. Ja, je hebt de grootste bek, moet je hem ook. Grootste bek, moet je hem ook, ja. Grootste fans. Dom, ik ga wel. Deze man. Oké, en voor duidelijkheid. Bal aanraken, terugkomen, shotje nemen. Ja. Als je op de kant zit... Of staat dan? Nee, het is gewoon een shotje in je mond en dan is het klaar. Ja, een shotje om is het klaar. Die bal, jongen, jullie naaien mij. Nee. Je naait jezelf. Hij is boos. En wie gaat nou bij het andere team dan? David tegen. Ja, daar heb ik het gewoon niet goed gehoord, blijkbaar. Dan gaan we nog een keer goed koppen. Met contact. Ja? Met contact, maar dat is niet leuk, hè? Of wel? Ja. Het is alleen maar liefst op de 3, 2, 1, 0!
verloren. Ja, Don. Ja, terecht de winnaar, ja. Ah, doe het gewoon nog een keer, jongen. Je bent wel erg snel, man. Hey Dave, wat vind je daarvan? Je hebt niet alleen jezelf teleurgesteld, maar ook het hele team. Heel tof. Je bent koud nog snel. Ik ben kale snel, man. Ik heb ook een goede onderwater turning. Jij bent echt een waterrot, Don. Wat heb je allemaal... Hey Don, wat heb je gedaan vannacht dan? Allemaal krassen op je rug. Hé? Je zit allemaal krassen op je rug. Ja, dat is voor jou. Nou ja, tuurlijk. Zo, ik was heel fanatiek, jongen. Echt heel fanatiek. Ik probeer dan nooit te zijn, maar als ik dan eenmaal iets ga doen. En ik ga doen een... Bam, bam, bam. Ik ben heel fanatiek. Dat is de staan. Zo, Jeff? Door jou hebben ze verloren. Nee. Mannen! Hoppa, Jeff? Heb je hem al genomen? Oh, wacht, Jordi bij mij. Hij valt fout, hè, bij jou? Hij vond helemaal niet goed, hè. Ga je er net zo bij staan als Mattie? Nee. Nee. Wel? Ja? Je bent wakker geworden, hè. Je zit te strijden, hè. Ja, man, ik ben nu al. Ja, we zijn net begonnen. Ja, dit is vies, neef. Nee. Pils hier erachter, lekker, man. Davy. Ja, ik heb er moeite mee. Nee, die gaan we vast naar de vorige plek gaan, man. Ja, loop alvast naar Mattie's plekjes toe. Niet nodig, maar wel naar. Ja, uit binnen? Ja. Toch wel. Netjes. Nou, het is weer rustig hoor. Iedereen gaat zich omkleden. We gaan even nog volle bak genieten in de stad. Even eten, even chillen, even gewoon handel. Gaan we uit eten bij een mooi tentje hier zo. Kijk, Mattie met zijn cocktail. Mooie Griekse. Bij een pleintje zitten bij een haventje. Lekker cocktailtje. Mattie, je hebt de hippie cocktail. Little hippie. Little hippie cocktail. Lekker, ja. Ik heb een butterfly. Wat proef deze is? Deze is echt lekker, man. Wat is dat dan? Suiker. Ik heb een vodka mix. Oh, ik heb die ook, die butterfly. Is lekker? Ik heb nog niet geproefd. Oh, dit is wel goeie, man. Ja, goeie shit. Deze ook. We gaan hier lekker genieten. Met de mannen. Oh, ik ben zo aan het genieten deze vakantie. Ik vooraf je. Kwak met aangekookte pita. Hoe zeg je dat? Nee, voor mij is het gewoon zelfgemaakte tortilla chips. Tortilla chips, en mij zei pita tegen ons. Dit is gewoon, ziet er zo lekker uit. We gaan het ook even proeven hoor. Hey, ik ben zo gek op een kwak. De avond eten begint lekker binnen te stromen. Deze deel ik met mijn lief al. Ja, lekker. Eng dus lief. Nee, die kan jij dan. Hè? Picanha. Picanha Angus. Ja, dat staat op de kaart in ieder geval. Tonijn. Tonijn. Deze mannen hadden eerder al eten. Gaat het nu? Ja, ik krijg hem niet echt op eigenlijk. Ik krijg hem niet op. Mattie, gaat het? Ik ben kapot, man. Ik ben kapot. Wie ga ik nomineren? Jorg. Oké, nominaties doen we altijd op Snap. We gaan naar Jorg, Menivo in de Netherlands. We nominate you for an elder atje. So we making content for the boys in the Snap group, you know. Thank you for everything. Wie? Jorg. Jorg wordt genomineerd. Jorgen. Wat daar een paal! Man. Je bent ook gewoon een aap, jongen, echt. Hop, hop, calisthenics, hop! Echt, jongen. Hebben jullie ooit zo'n mooie koelkastmagneet gezien dan? Ja, is een mooie hij is wel behagelijk geel. Behagelijk geel. Wat een mooie koelkastmagneet. Hey, Mattie, al eet smakelijk. Hey, Don, hebben we nog aan de taxi?
Anderhalf uur. Ik haal en dan vliegen we terug. Ik haat me. Ja, echt. Ik hou van mijn leven, man. Ik ook. Ik ben aan het genieten, jongens. Dat is niet normaal. Wat er allemaal gebeurd is vanavond, dat terzijde. Waar zijn die wijnglazen? Daar hebben we het niet meer over. Maar we gaan aan de wijn. We gaan hem doorhalen. Oh, die glazen. Anders dan zijn we helemaal fucked op als we wakker worden. Ik wil slapen, word ik wakker hoor. Nee, ik ook niet. Dan moeten ze me echt het zwembad ingooien. Dat weet ik niet of... Nee, wij, wij worden echt niet wakker. Hier, we vullen ook geen grote morgen. We vullen ook geen halve glazen meer in vandaag. Ja, toch is het de helft. Oké dan. En je drinkt er wel om nou. Hè? Ja, ik hoop het. Niet. Samen zijn we sterk. Nou, samen, ik denk dat we niet meer zo sterk zijn straks hoor. Nou, still going strong. Still going strong. Ja, weet je wat het is? Als ze alcohol uitwerkt, zijn ben je kapot. Maar daar moet je door blijven doen. Nou, pas als ze in het vliegtuig zitten. Twee glazen uit de als wij het vliegtuig ingaan, vliegen om 10:30, nou dan zijn we helemaal dood. Ik weet niet of we nog wat vliegen mogen. Jawel joh, tuurlijk. Ik, ben, wacht, ik ga zeker wel lokken. Nee, doe dat niet. Oh, het springt bijna gek. Oh, jullie zijn echt die parkie, maat. Maat! Oh, mijn stem. Ik kan niet eens meer lachen, man. Zo lachen, man. Waar de fuck zijn mijn stemsels? Met zo'n bloed op mijn lichaam dan. Nee. Ja, ik heb je neus geslagen. Ja, dat is ook. Hoe laat is het? 6:30? Het is 6:30. Het is 6:30. Heel veel gasten hebben al besloten om echt een uurtje of 3-4 naar huis te gaan. Nou, wij hebben helemaal gek gedaan. En we gaan gewoon door! Pap, kijk dat uitzicht eventjes. Mooi hè, Luc? Ja, ja, mooi, ja, je filmt alleen in de kamer. Ja. Nou, doe even MTV Cribs. MTV Cribs. Welcome to my crib. I'm opening a bottle of wine. Yeah, the show the view, man. Show the view. You don't gonna believe your... You're not believe your eyes. If you see this, it's crazy, man. It's crazy. It's a crazy lifestyle. We only do this for this week. Afterwards, we are normal. We are broke, man. But look at this. Hey, wat een prachtige zonsopgang gaan we zien, jongen. Ja, maar dan moeten we daar op het dak gaan zitten. Ja, eigenlijk wel. Niet hier. Eerst gaan we zwemmen. Want de zon komt daarop. En hij gaat daaronder. Het zijn ook altijd dezelfde die overblijven. Elke keer gewoon. Nee, echt helemaal niet. Kijk deze taxi vijf. Dikke techno. Vandaag een jaar. Het is best van vorig jaar. Ja. Die mensen die vlog kijken hebben het ook niet slecht hoor. Nou, open die fles wijn en gaan we het zwembad in. Doe een flip! Oh! Oh. On the west side, maar voor de fama, voor de money en de best life. We willen het leven met leven, lekker op een wedstrijd. Potté! Zoek je weer contact, ik was al klaar met. Nog meer wijn. Nog meer party. En mijn hoest is Matty. Met z'n allen, jongens. How can I be homophobic? My bitch is gay. There's some love in your eyes all the way. If I listen to your lies, would you say? Mijn jongen, je bent op deze wereld. Nu zal je moeten vechten, net als ik. Ja, dat is de zon is opgegaan, dan komt de zon. Daar komt hij hoor! Dat is een slecht teken. Ja. Let's go, make the boys wakker. Want het is nog 1:30 voor de taxi. En ze zijn nog steeds aan het slapen. Dus let's go. Dus let's go. Wow. Wij gaan het zo zwaar krijgen vandaag, jongen. Dat is insane. Goedemorgen, mannen! De taxi gaat zo! De taxi is er! En niet! Taxi is er! Ja! 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 Hey boys! Boys! Wacht even dan! Wacht even dan!
We gaan de vlog afsluiten, begin een nieuwe, want dit is een nieuwe dag. Dus dames en heren. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Dank voor het kijken naar deze fucking vlog. Wees er mooi voor mij. Want we gaan gewoon door, we gaan die gasten allemaal wakker maken. En dat gaan jullie allemaal zien morgen in de vlog. Nou echt, deze vakantie is zo leuk. We gaan iedereen wakker maken, gaan we terugvliegen, wordt helemaal goud. We zijn er helemaal vanaf. En daarvoor ben je vakantie met je maat. Dus bedankt voor het kijken naar deze vlog. We zien jullie morgen om 5 uur. We gaan iedereen wakker maken. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later! Ik had al gezegd, als je die... Daar ik ging zei het ook, hij zei ja, maar ik ben gewoon zo geil.